Dream to Start is het project van Vluchtelingenwerk en de Lefgroep Gemert, waarbij 12 jongeren van Eritrese komaf, die alle nog relatief kort in Nederland wonen, zich een aantal weken op hun toekomst hebben voorbereid. En de Dream to Start is afgesloten met een boeiende presentatie in de vorm van een markt met kraampjes. De jongeren, die elk waren gekoppeld aan een vrijwilliger, hebben in dit project de eerste stappen gezet om te kijken wat ze met hun nieuwe leven in Nederland zouden willen doen, wat hun dromen zijn en wat ze daarvoor moeten doen. Een van die vrijwilligers is Ton van Wieringen. Hoe hebben zij het aangepakt? Het project is begonnen eind januari, dacht ik. Opzet was, het is een pilot. We hebben dat nooit eerder gedaan. De opzet was om in 10 weken een traject te hebben om te kijken van wat willen mensen nu eigenlijk. En wat mij betreft is het dan van je zoekt een doel voor de mensen en ook dat ze zien wat de weg naar dat doel is, hè? En of dat voor hun mogelijk is en zo niet, welke stappen moeten we dan nemen om het wel mogelijk te maken of moeten we het doel eventueel aanpassen, hè? De jongeman die ik begeleid heb wilde eigenlijk graag dierenarts worden. Dat is natuurlijk heel lastig. Hij heeft een soort high school opleiding in Eritrea. Ik weet niet precies wat het niveau daarvan is. En nu dan met een beperkte kennis van Nederlands aan een dierenartsopleiding beginnen is eigenlijk geen haalbare kaart natuurlijk. Als hij 's morgens tijd heeft, kan hij mee met een dierenarts. Is hij een ochtend mee geweest, vond hij heel erg leuk, naar een grote boerderij met veel koeien. Ik sta hier tegenover een van de jongeren die dus meedoet aan dit project, Dream to Start. Mag ik vragen, wat is jouw naam? Ja, mijn naam is Wege Melake. Ik kom uit Eritrea. Ik ben nu bijna 2 jaar in Nederland. Maar ik ben in januari 2050 komen. Ja, mijn droom is dierenarts te worden. Het is eigenlijk begonnen met een aantal jongeren die ik buiten tegenkwam. Misschien wel zoals al meer mensen binnen Gemerbakel. Zie je ze lopen, zie je ze fietsen. En dan denk ik, we willen die gasten, we zouden ze doen, we kunnen ze. En eigenlijk ben ik met die vraag heel bazaal begonnen bij het vluchtelingenwerk, waar ze ook wel bekend waren. En vanaf daar zijn we een project met hun gaan starten om te kijken, wat willen ze, wat kunnen ze? Ja, alles is anders. Ja, goed, voor ons is het nog een beetje gissen natuurlijk hoe dat er in Eritrea uitziet. Maar de verschillen met bijvoorbeeld de veehouders hier, en dan moet ik veehouders zeggen, terwijl, ja, dit zijn koeienboeren, zeg maar. Dat ziet er wel heel anders uit in Eritrea dan in Nederland. In Eritrea zijn ze gewend om alles met de hand te doen. Hebben ze een kleine kudde, misschien 6 koeien die ze dan bij moeten houden. Terwijl hier, ja, denk maar aan een melkcarousel of alle grote veestallen. Ja, dat is een wereld van verschil. Mijn naam is Amlosom Zarai. En jij hebt ook dit project gevolgd, Dream to Start, ja? Jouw droom is ook om timmerman te worden. Ja, ik leer een timmerman worden en kijken in de reps. In de reps kan maken tafel en stoelen. Alles kan maken voor huis, werk, in trap, allemaal.